Aan de buitenkant nu een ultieme tussensprint van Davy Magique. Maar die moet daar naar het derde spoor. Want naar het tweede spoor gaat inmiddels Elixonoma. En Driedik komt aan de buitenkant naar voren. Vierdik, Fado de Pad. Het hele veld schuift in elkaar. Achter de rug van Jan van Doorjeweert. 14-6 de tussentijd. En Fly de Stijn is er ook uit. Fly de Stijn gaat naar het tweede spoor. En het derde spoor is de opmars begonnen van Fado de Pad. En die parkeert heel even in. En dat doet hij precies halverwege de Tjarda-bocht. Give You All of Me. Buitenkant Fly de Stijn. Dan Ghost of Camaro. En aan de buitenkant Fado de Pad. En daarachter ligt Elixir Normand. Helemaal aan de start van het veld gaat naar het derde spoor Dream G-Bus. Paard in de laatste rechte lijn. En het is Fly de Stijn die wat naar buiten loopt. Wat naar buiten loopt. Sterker nog, u kunt hem straks aanraken als u aan de buitenkant zou staan. Maar daar staat niemand. Fly de Stijn. Midden van de baan gaat Ghost of Camaro. Die loopt gewoon rechtdoor. Dat scheelt nogal een paar meter. Ghost of Camaro in het midden van de baan gaat hem gewoon winnen. Ghost of Camaro. Daarachter op de tweede plaats Elixir Normand. Plaats 3 waarschijnlijk nog voor Fado de Pad. En Fly de Stijn nam de toeristische route en wordt vierde. 16-2 voor de winnaar. Pas gefeliciteerd. Was het voor jou ook net zo'n verrassing als voor ons? Ja, eigenlijk wel. Want als hij niet goed zou lopen vandaan, dan zou hij eigenlijk op rust. Maar hij was heel attent onderweg. En ik zeg tegen John in de laatste bocht in het dek. Ik zeg, joh, ga aanvallen. Dan kijk ik eruit. En John valt aan en Jaap maakt ineens een slinger. Ik rijd er zo rechtdooruit. Nou, toch fijn. Nou, gefeliciteerd. Ja. En dames en heren, Ghost of Camaro is een 5-jarige zwart-bruine rein van First Reds uit Gallardia. Gefokt in Frankrijk in eigendom van de Spangenhoeven. Trainer Bas Krebas en ook rijder Bas Krebas. En terwijl niemand hem had verwacht, wint hij hier aan 8-1. De rest ging naar buiten, Bas ging rechtdoor en hij wint hier in 1-16-2. En vlag is naar beneden, start gevallen. Start valt en Ghost of Camaro was heel dicht bij het lint. Die is wel weer in draf weg, maar dat kon je niet zeggen van Fado de Pad. Die is met een paar mispassen begonnen. En ligt nu gelijk met Davy Magique. Dat houdt in dat hij zijn bandvoordeel kwijt is. En de deelnemers gaan de eerste bocht in. En het is Fly de Stijn die dat als eerste doet. Fly de Stijn, daarachter Ghost of Camaro. En de derde plaats daarachter in het geel Jan van Doorjeweert met Give You All of Me. Vierde plaats voor Elixir Normand. Vijfde is Bikini de Larcie. En op de zesde plaats daarachter ligt Dream G Bus. Dan Fado de Pad. En laatste, maar die gaat al naar het tweede spoor, Davy Magique. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Hebben nog 2 ronden te gaan. En het is Fly de Stijn die leidt. Het gaat Jan van Doorjeweert weer te langzaam. Die komt aan de buitenkant naar voren met Give You All of Me. Opening uit de banden 1-19-1. Give You All of Me gaat overnemen. Fly de Stijn weet al dat dat gaat gebeuren. Tenminste, Fly de Stijn kan dat niet weten, maar Jaap van Rijn zeker wel. En die heeft dat de vorige keer ook al gezien. Die heeft daar absoluut baat bij. Daarachter op de derde plaats ligt dan Ghost of Camaro. Vierde plaats voor Elixir Normand. Daarachter volgt dan Bikini de Larcie. Nog altijd in de start van het veld in het tweede spoor Davy Magique. Maar de tussensprint komt nog niet. De tussensprint zal die zo langzamerhand nu wel gaan inzetten, want hij gaat Fado de Pad voorbij. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Vandoor je weer met de handen vol achter Give You All of Me. Gaat de tweede tussentijd op de klokken zetten. En die luidt 14-3. Dan valt het niet mee om van achteraf naar voren te komen. Daar zal Vin van Kijk nog achter komen als het tempo zo blijft. Het is Fly de Stijl plek 2. Daarachter Ghost of Camaro, dan Elixir Normand. Dan Bikini de Larcie. En daarachter komt nu aan de buitenkant op plek 6. Inmiddels Davy Magique. Achter hem aan gaat Fado de Pad. En laatst aan de binnenkant ligt straks Dream G-Bus. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune weer in. Straks nog een ronde te gaan. En het is Give You All of Me die nog altijd het tempo maakt. Fly de Stijn vlak daarachter, dan Ghost of Camaro. En steeds dichterbij, inmiddels op plek 5 en straks op plek 4, ligt Davy Magique. Davy Magique nu naast Elixir Normand. En dan ligt hij op plaats 4. En de volgende tussentijd 16 rond. Constant tempo wordt daar neergelegd door Give You All of Me. En die gaat de laatste kilometer nu in. Give You All of Me, daarachter Fly de Stijn. Daarachter Ghost of Camaro, vierde aan de buitenkant. Eerste paard aan de buitenkant, Davy Magique. Daarachter aan de reling zijde Elixir Normand. Daarachter in het tweede spoor Fado de Pad. Dan Bikini de Larcie. En laatste is dan Dream G-Bus. Laatste keer in de rechte lijn overzijde. En het is nog altijd Give You All of Me. Give You All of Me met anderhalve lengte voorsprong op Fly de Stijn. Aan de buitenkant nu een ultieme tussensprint van Davy Magique. Maar die moet daar naar het derde spoor. Want naar het tweede spoor gaat inmiddels Elixir Normand. En Driedik komt aan de buitenkant naar voren. Vierdik, Fado de Pad. Het hele veld schuift in elkaar. Achter de rug van Jan van Doorjeweert. 14-6 de tussentijd. En Fly de Stijn is er ook uit. Fly de Stijn gaat naar het tweede spoor. En het derde spoor is de opmars begonnen van Fado de Pad. En die parkeert heel even in. En dat doet hij precies
precies halverwege de Tjarda-bocht. Give You All Of Me, buitenkant Fly Destin. Dan Ghost of Camaro en aan de buitenkant Fado de Pad. En daarachter ligt Elixir Normand. Helemaal aan de start van het veld gaat naar het derde spoor Dream G-Bus. Paard in de laatste rechte lijn. En het is Fly Destin die wat naar buiten loopt. Wat naar buiten loopt, sterker nog, u kunt hem straks aanraken als u aan de buitenkant zou staan. Maar daar staat niemand. Fly Destin, midden van de baan gaat Ghost of Camaro. Die loopt gewoon rechtdoor. Dat scheelt nogal een paar meter. Ghost of Camaro in het midden van de baan gaat hem gewoon winnen. Ghost of Camaro, daarachter op de tweede plaats Elixir Normand. Plaats 3 waarschijnlijk nog voor Fado de Pad. En Fly Destin nam de toeristische route en wordt vierde. 16-2 voor de winnaar.